Kan niet anders. Toen zit hij daar. Dan heb ik hem daar neergelegd. Daar gaat er een. Zie je dat? Zo, een live run. Ik ga nu wat vertellen over de Yaro zelf. Je kan dus je USB-stick aan. Slip aan. Albert Keuter. Run, jongens. Zo, even verder. Ja, run. Wat gaan we doen? Ja! Tot... Jullie! Mooi spiegeltje. Hallo, ik ben Pieter Vissing, Karpvissing. En we gaan weer vissen op de bruggetjes, net zoals de vorige keer. De laatste twee keer waar ik heb gevist. Één keer heb ik gevangen en volgens mij hebben we twee of één keer daar gevist. Dus het ruim, hier gaan we ook een keertje vissen. Alleen hier is het moeilijker om wat te vangen. En bij de bruggetjes, ja, dat is iets makkelijker. Dat is ook wel moeilijk, maar weet daar een beetje meer de plekjes dan bij het ruim. Dus daar gaan we ook een keertje zitten. Voor degene die niet op Urk wonen. Dus ik ga alleen. Morgen ga ik ook weer vissen en dat is voor jullie dan weer een week later of misschien komt die bij deze vlog. Dus ik zie jullie zo bij de bruggetjes singel en dan hopen we dat we wat vangen. Dat ik me nu op de weg let. Tot zo! Nou, ze liggen er. Al een hele tijd. Ik heb nog niks gevangen. Daar ligt er ook nog eentje van een vriend. Even mijn werk. En dan ligt er hier ook nog een. Aan de andere kant van de brug. De vorige keer zat ik hier ook, maar op een ander plekje. Want daar zitten er een paar. Dus dat vind ik wel jammer. En dan zou ik daar aan de kant, in het midden van het beeld, hier zo'n beetje, zou ik daar zitten. Nou ja, kan niet anders. Toen zit hij daar. Dan heb ik hem daar neergelegd. Dus. Maar we zitten er ook. Daar gaat er een. Zie je dat? Zo, een live run. Maar hun zitten er ook. Dus ik kan niet verderop daar zitten. Ja, ik ga even zo heen. Ik zit daar bij die steentjes. En hij zit hier. En hun zitten daar. Nou ja. Het is wel helemaal vol, maar we zullen even kijken wat Brian en Johanna aanvangen. Volgens mij heeft Brian er een. Hij zit nu aan het drillen, volgens mij. Ja, hij zit nu aan het drillen. Zie je? Hopen dat hij niet vast zit. Waar ligt hij dan? Oh, bij het riet. Ziet. Bij het riet. Gaat hij van los zijn? Ze hebben de tent al opgeruimd. Er stond eerst hier een tent. Hey Brian. Ik film net. Ik zit zo te filmen. Ik draai je naar jou toe en 5 seconden later heb ik hem op beeld. Jouw live run. Lekker toch? Ja. Stop. Ik dacht even dat hij los was, want je zat de hele tijd te drillen. Kromme toppen, niet stoppen. Jongen. Top, Brian. Ja, hè? Ja, maar. Nou, hopelijk vangt hij hem. En dan gaan we hem ook laten zien. Dan bezorgt Brian wel voor content. Precies in de onderlip. Nou, precies in de onderlip. Zo zat mijn ook onthaakt, vorige keer. Niet zo groot, maar kijk hoe ding.
hoofd tegen hoofd. Even opmeten. En hoeveel is hij? Het was 74 centimeter. Jij zei 70. Wat voel je, Brian? Ja, niks. Nou, gewoon... Ik kaver op de maat. Mega. Ja. Daar kom je voor. Ja. Nog eens. En nu doet hij niks. Nu kan niet. Top. Netjes. Netjes, Brian. Johanna, top. Ja. Mooi karp, mooi bek, grote bek. Dik. Ja. Mega. Top. Ga even naar het draaien. Daar gaat hij. Zo, top. Nou, hopen dat er weinig van vangen. Tot zo. Nou jongens, ik ga opruimen. Mijn stokken staan er nog, alleen dit heb ik al opgeruimd. Het is 9:55. Ik moet snel gaan opruimen, want ik moet om 6 uur werken. 5:45 bezig, dus we gaan snel opruimen. Ja, hier wil ik de vlog mee afsluiten. Niks gevangen. Deze ga ik wel uploaden, maar het is een video van 10 minuten. We hebben wel één karp gevangen, maar een paar verspeeld, maar hier zijn mijn stokken en die ga ik nu opruimen. Achter daar staat ook nog één stok, maar dat is wel jammer. Kijk, als je niks vergeet, rommel opruimen. Dus rotpot, wenksticks, veetjes, alles opruimen, niks vergeten. Andere kant ook bekijken, ik heb dat ook al bekeken. Dus. Nou, de Lano, die wil een shout-out. Nou, hier is het shout-out voor de Lano. Hij wil ook een shout-out. We gaan morgen weer vissen en dan gaan we met hem vissen. Misschien gaan we hier ook, maar misschien gaan we ook op de grote single, maar ik weet nog niet. Dan gaan we nog even whatsappen. We gaan vol aan karpers eruit shoren. Dikke dagers. Ja. Ze zitten er maar 20ers, 25. Podium. Nou, hier wil ik de video mee afsluiten. Fijn dat jullie gekeken hebben naar dit YouTube kanaal. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan snel. En like ook meteen eventjes. Kijk al de video's die ik heb gemaakt. Als je die ook nog niet hebt gezien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Doeg! Tot ziens! Nou, we zitten. Ik heb nog niks gefilmd. Nadat ik kwam. Stokken liggen in. Al 2-3 keer heb ik al verzet. Niet uitgegooid voor verversen. Maar gewoon voor als hij schoon is. Ik doe dat ongeveer na anderhalf uur, twee uur. Dus ik zit voor de kant en aan de andere kant. En hopen we dat we wat vangen, anders gaan we weer blinken. Maar het is erg warm. Het is mega warm. Dus hopelijk zien jullie zo terug. Met echt weer een karper en gewoon een... Dat ik gewoon een volle fluiten krijg. Nou, ik heb allemaal rommel weer gekocht. Koekjes, chips. Wat doen we er altijd mee vaak? Vaak. Sommigen doen het niet, sommigen doen het wel. Nou, een kleine moeite. Ik heb geen run ofzo, dus... En ik zit weer.
Zo simpel is het, jongens. Om wat op te ruimen. Wat de Brazenkoning, ik zit al aan het filmen. Nou ja, hij wil graag de Brazenkoning genoemd worden. Maar hij heeft net een brazen gevangen. Nou ja, ik heb al mijn voederaal en alles opgeruimd. Ja, we hebben weer niks gevangen. Ik weet niet waardoor het komt. Nou, Johanna en Henry en Ruben, die zitten daar ook. Die zitten al van 's ochtends vroeg. Die hebben er al 8-9 karpers tot nu toe. Nou ja, wij vangen niks. 4-5 uur zitten we nu ongeveer. Nou ja, ik weet het niet. We hebben lekker gezeten, gegeten, muziek geluisterd. We hebben genoten. Even relaxed. Nou ja, daar gaat het ook om. Nou ja, vaak hoor ik ook van, nou, er moet nooit vanuit gaan dat je iets vangt. Dus nou ja, nu een keertje niet. Nou ja, een keertje. Heb je heel vaak al geblind. Ja, dat doe je ook bij je sport. Dan verlies je ook. Dus kun je ook bijna gaan veranderen. Je kunt nooit, niet altijd 6 gooien. Dus. Ik zit ook te kijken. Op het moment dat ik met jullie zit te praten. Als ik niks vergeten ben. Ruim je rommel op. Wat je gebruikt. Dat heb ik er net ook al laten zien. Of neem je rommel mee. Maar hier zit een bak. Die kun je dan gebruiken om je rommel op te ruimen. Hier wil ik de vlog mee afsluiten. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan snel. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe vlog. Tot ziens.